Oké. Een nieuwe Karemo Challenge. Jongens, ik ga een aantal van deze opnemen. We gaan vandaag proberen de Champions League te winnen met een best wel redelijke club. Door al onze transferaanbiedingen te accepteren. Biedt iemand 1 euro voor onze beste speler, moet die weg. Biedt iemand 500 miljoen, moet die weg. Al onze beste spelers kunnen in één transferperiode weggaan. En ik heb dus niks in eigen hand. Maar toch... deze aflevering gebeurt fucking veel, onder andere dit transferbudget van 763 miljoen euro. En ja, weet je, ik bedoel, er kan veel gebeuren, er gaat veel gebeuren. Honderden transfers, laten we maar snel beginnen. Zelf kies ik Chelsea, Frenkie het lamme paard. Ik nam deze video op voordat ik überhaupt wist dat Chelsea's transfer binnen een half jaar verkort is. Maar ik koop wel gewoon al dingen in de eerste transferperiode. Wat wel is dat ik in iedere transferperiode wacht tot het laatste uur van de transfer deadline day. En dan pas spelers ga kopen. Het is namelijk zo dat ik niet weet hoeveel geld ik anders daarvoor heb. Dus ik moet iedereen verkopen die ik kan verkopen. En pas op het laatste uur van de transfer deadline day ga ik spelers terugkopen, zeg maar. Ja, precies. Logisch toch? Dat is eigenlijk de enige regel die ik heb. En voor de rest moet ik alles accepteren wat ik maar krijg. En daarnaast moet ik nog iets melden. Team of the Tournament Group Stage is momenteel Impacts op FIFA Ultimate Team. En dat betekent maar één ding. In het specifiek, ze zitten fucking veel in packs. De kans dat je ze krijgt is best wel groot. We hebben gisteren in de livestream al een aantal gekregen. En jij kan ze ook krijgen natuurlijk. En misschien heb je daarvoor FIFA punten nodig. En stel je koopt die FIFA punten, koop ze dan bij startselect.com. En gebruik de kortingscode Twinity voor extra korting bovenop jouw FIFA punten. Binnen 1 minuut zitten ze in jouw mailbox, heb je de punten op je account staan en heb je ook nog eens korting op je aankoop. En ja, weet je, misschien pik je Messi, zoals mij gisteren. Of Virgil van Dijk in een player pick. Even deze clip jongens, die moet je echt zien. Ja, weer een, kom op, de vlag van... ja! Ja! Ja, nee, fuck, dat wil ik niet! Nee! Nee! Nee, hou op! Waar is die tiet? Waar is die tiet? Godverdomme, dit is er niet te geloven! Dit is er niet te geloven dat met dit gebeurt! Maar goed, haal je FIFA punten dus bij StartSelect met de kortingscode Twinity als je naar op zoek bent. Joejoe! En voordat ik deze video daadwerkelijk ga beginnen, wil ik één ding eventjes zeggen. Nou, ten eerste verkopen we als eerste van allemaal Marco van Ginkel hier. En daarnaast Marcos Alonso. Maar dat wil ik niet per se zeggen. Ik ga één ding aan jullie vragen. Jullie moeten allemaal nu mijn Instagram gaan volgen. @TimoHaas. En 5 mensen die mijn Instagram gaan volgen en mij een screenshot sturen dat ze geabonneerd zijn op mijn tweede kanaal Timo, geef ik een shout-out in mijn volgende video. Komen alle 5 met hun naam in beeld. Dat ga ik de komende tijd doen. Want ik wil dat meer mensen beseffen dat ik ook een tweede kanaal heb. Waar ik ook heel veel kremel op upload. Dus check dat vooral. Staat in het i'tje. Staat in de beschrijving. Mijn tweede kanaal Timo. Dagelijks carrière mode. En stuur mij een screenshot naar @TimoHaas. Dat je geabonneerd bent op Timo. Oké, let's go. Ondertussen zie je op de achtergrond dat we al heel veel spelers verkocht hebben. Maar laten we meteen doorgaan naar de transfer deadline day. Dan laat ik je daar precies zien welke spelers we allemaal verkocht hebben. Hoeveel geld we hebben. En welke spelers we terug gaan halen in deze transferperiode. Zijn we dan grap? Letterlijk iedere transferaanbieding accepteren we grap. Transfer deadline day. We gaan naar het laatste uurtje toe. We gaan dan pas kijken hoeveel geld we hebben. Wie we allemaal verkocht hebben. En ik zal je vertellen. Er zijn zoveel aanbiedingen geweest. En ik heb alles ook daadwerkelijk geaccepteerd. De laatste uur is aangebroken. En wij gaan kijken wie we allemaal precies verkocht hebben. Dus we kijken naar mijn club. We verkopen Rudiger, Azpilicueta, Zuma, Willian, Marcos Alonso, Giroud, Abraham, Emerson, Tomori, Marco van Ginkel en Mason Mount lenen we uit. Dat brengt ons op een totaal van 269 miljoen euro aan transferbudget om nu uit te geven in de eerste transferperiode. Maar natuurlijk, we hebben veel spelers kwijtgeraakt, maar waar hebben we nou precies versterkingen nodig? Ons middenveld is altijd wel redelijk goed, Jorginho, Kovacic, Kante. Vooral in de verdediging hebben we echt versterkingen nodig en een aanvaller, daar is ook niks mis mee. En ik zeg je heel eerlijk, ik heb hier zo lang over gedaan. Ik was zoveel spelers aan het afwegen. In de eerste transferperiode heb ik echt geleerd dat ik een grote fout maakte. Als ik de Champions League wil winnen binnen 3 jaar, want deze challenge duurt 3 jaar, dan moet ik niet de spelers kopen die ik nu wel ga kopen. Joe Gomez kan nog wel, maar ik koop ook een aantal talenten. Dat zie je dadelijk wel. En het heeft gewoon geen zin. Want een 75 rated talent die wel 90 rated kan worden, die is niet 90 rated over 3 seizoenen. Maar misschien pas over 10 of over 5 of 6. En dan heb ik er niks aan. Want de challenge duurt maar 3 jaar. En dus zijn er veel spelers gehaald. Maar wie nou precies allemaal?
Zoals je kan zien bij de deals van mijn club. Ja, het zie je niet echt heel erg goed omdat ze allemaal door elkaar staan. Halen we Martial. Halen we De Vrij. Dat zijn wel twee redelijk goede aankopen. Want die zijn allemaal redelijk hoog niveau. Maar ik heb ook een aantal fouten gemaakt door het kopen van bijvoorbeeld spelers als... Ja, nou, Stefan De Vrij is een prima aankoop. Joe Gomez eigenlijk ook wel een prima aankoop. Tagliafico is al 83. Vinicius, die kan nog wel komen op zijn niveau. Ansu Fati, foute aankoop. Urzi, De La Vega, foute aankopen. Martial, prima aankoop. Jonathan David, verkeerde aankoop. En Phil Foden halen we. En dat is 270 miljoen euro bij elkaar. De selectie is er niet sterker van geworden. Maar heeft wel een betere potentie. Laten we snel doorgaan naar de winter. De eerste winter, nieuwe transferperiode. Nieuwe transfers, meer geld. En nieuwe spelers. Ik ben ook ziek lang bezig geweest met deze Karemo trouwens. Aangezien ik niet wilde gaan simuleren naar januari. Ik heb letterlijk zelf gespeeld. Een beetje getraind. Een beetje gescout. Want ik wist gewoon dat als ik ga simuleren naar januari. Dan word ik uiteindelijk toch weer ontslagen. Vooral ook omdat ik zoveel nieuwe aankopen doe. En dan heeft de hele challenge helemaal geen nut. Ik cheat niet. Ik speel letterlijk alles. We verliezen ook best veel. Maar ik simuleer niet. En trouwens. Ben jij al geabonneerd op Twinity? Dat zou ik heel erg tof vinden. Als je niet geabonneerd bent. Doe dat dan vooral. Ja, laten we gewoon snel doorgaan met de video naar januari. Het is dan eindelijk 1 januari. We staan op plek 6 op de ranglijst. Everton en West Ham staan zelfs boven ons. Arsenal United staan er wel boven, onder ons. In de FA Cup zitten we ook nog. Derde ronde pas. Carabao League Cup liggen wel uit. Kan ik wel laten zien. Maar ja, weet je. Ik geloof dat we een moeilijke loting hadden. Manchester City kan dus gewoon gebeuren. En tenslotte, in de Super Cup speelden we ook. Aangezien we in Europa League hebben gewonnen. Vorig jaar zitten we niet meer in. In de Champions League daarentegen zitten we wel nog. Maar ik zal je zeggen, dat scheelde helemaal niks. Met geluk zijn we nog net tweede geworden. En we spelen nu tegen fucking Barcelona. Maar een nieuwe transferperiode is aangekomen. En dat betekent dat iedere transfer weer geaccepteerd gaat worden. En we weer hopelijk gaan eindigen met heel veel geld. Waarmee we onze selectie kunnen verbeteren. Transfer deadline day. 9 uurtjes nog te gaan. 31 januari. En ik ga jou zien. Laten zien hoeveel geld we hebben, wie er verkocht zijn en wie we nu weer gaan kopen. Tja, weet je, ik zal heel eerlijk zeggen, je ziet nu ook aan het scherm staan, het viel best wel mee. Barkley, Loftus-Cheek en Christensen, 71 miljoen euro dus, want daar staat 55 miljoen moet nog bijgewerkt worden. En dat betekent toch wel dat we redelijk wat geld hebben, rond de 60, 65 miljoen. En daarvan moeten we dus weer ook een nieuwe verdediger gaan kopen. En weer onze selectie een beetje versterken. Ons team ziet er momenteel zo uit. Potentie van spelers wordt ook steeds beter. Maar we gaan dus nog één enorm goede aankoop doen. En het was wel laat deze dag. Ik had al veel opnames gedaan. Ik was de speler aan het zoeken en ik had hem eindelijk gevonden. De ideale kandidaat. Romagnoli. Maar ik was niet gaan opletten. Ik werd gebeld en vervolgens geef ik een verkeerd salaris. Dus kon ik hem niet kopen. Nou ja, weet je, die dag was klaar. Volgende dag ging ik Dortmund opnemen en toen besloot ik voor Akanji te gaan. Als die nieuwe enorm goede verdediger die we echt nodig hadden. En dat is Akanji ook op gewoon recht. Maar ja, dat was niet het enige. Ik weet niet of je het cheaten kan noemen. Maar naast Akanji halen we dus ook nog een aantal andere spelers op pre-contract binnen. Jantje Vertonghen halen we binnen, Chiellini halen we binnen, Cavani halen we binnen en David Silva. Ja weet je, het zit in FIFA en het is niet echt cheaten, maar nog altijd. Ik dacht ik moet het wel doen, want het gaat slecht in de competitie. En deze spelers zijn ook niet per se zo enorm goed. Ze zijn allemaal heel erg oud en ze worden alleen maar minder. Dus heel erg veel beter wordt mijn team nou ook al niet door deze spelers. En met de enige transfer van de januari transferperiode gedaan te hebben, kunnen we door naar het einde van het seizoen. En wat ik oprecht vaak zie, is dat in januari zoveel minder transfers gebeuren. Wat in het echt ook al gebeurt. Dus in principe is het wel realistisch. Maar daardoor zie je wel een groot verschil tussen de januari transferperiode en de zomer transferperiode, zeg maar. Einde van het seizoen is aangebroken. En ik ga jullie laten zien hoe we ervoor staan. We staan op plek 6. En dat betekent dus dat we niet eens in het tweede jaar Champions League spelen. Maar goed, het is wel een jaar waarin we ons kunnen voorbereiden op Champions League voetbal. We eindigen zesde, maar aangezien ik geloof Tottenham of zo de FA Cup wint, spelen we wel Europa League. En daarnaast wint Manchester City geloof ik ook nog eens de Champions League. Ja, dat bedoel ik helemaal. Dat betekent dus dat wij sowieso ook Europa League spelen. En stel nou dat de Europa League gewonnen werd door Manchester United, maar die verliezen tegen Sevilla. Dan, of tegen Dortmund, dan hadden wij zelfs nog gewoon Champions League gespeeld. Maar goed, dat doen ze niet, fuck United. Daardoor spelen wij volgend jaar gewoon Europa League.
nou ja, niks mis mee. Die kunnen we wel winnen. En dan hebben we tenminste wel een trofee te pakken. Wat ik in het eerste seizoen niet had gedaan, maar nu wel aan de start van het tweede seizoen ga doen, is trainingen. Ik dacht van, yo, waarom zou ik dit niet mogen doen? Ik speel toch alles zelf. En daardoor kunnen mijn spelers tenminste snel beter worden. En kunnen ze ook gewoon van meer geld doorverkocht worden. Waardoor ik wel betere spelers kan kopen. En dat gaat later helpen. Nou ja, onze nieuwe spelers zijn er natuurlijk binnen. Die Cavani, Vertonghen, Alderweireld, David Silva. En met al die nieuwe spelers ziet ons team er vervolgens dan zo uit. En we zitten weer in de transfer deadline die. De laatste uurtjes van de transferperiode zijn aangebroken. En bij uur 1 ga ik jullie wel laten zien hoeveel geld we hebben en wie er allemaal verkocht zijn. Om heel eerlijk te zijn is er dit keer echt heel erg veel gebeurd. Ik ga het jullie laten zien. We hebben een transferbudget van 346 fucking miljoen euro. En als je hier gaat kijken wie er allemaal weg zijn, dan zijn dat heel veel. Het zijn Odoi, Pulisic, natuurlijk Morata en Bakayoko kwamen terug van de leenperiode. Gingen ook wel weg. Zappa Costa ging weg van de leenperiode. Moussonda, echt fucking veel spelers zijn weg. En van 360 miljoen euro kunnen wij echt onze selectie beter maken. En vanaf nu wist ik ook, oké, nu gaat het veranderen. En ik wist ook dat ik heel veel geluk had dat ik Chelsea had gekozen. Want die hebben natuurlijk altijd 100 spelers uitgeleend. En die komen allemaal terug en die kon ik allemaal doorverkopen. Had ik geen rekening mee gehouden vooraf. Maar ja, je begrijpt wel wat we nu natuurlijk gaan doen. Je ziet het al in je beeld staan. Frenkie, met die enorm lange schlong, gaan wij kopen. En naast Frenkie halen we ook nog een aantal andere spelers binnen. Onder andere deze Merit, want we moesten nog een wisselkeeper hebben achter Kepa Arrizabalaga. En dus in totaal halen we niet zo heel veel spelers binnen. Dat ga je nu zien. We halen namelijk Frenkie de Jong, Kylian Mbappé en deze Merit. Daarmee hebben we 3 spelers, 2 wereldspelers en een speler die ik gewoon moet hebben. Want stel nou Arrizabalaga raakt geblesseerd, dan staat Caballero in de basis. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar als je de Champions League wil winnen, dan kan je dat niet doen met Caballero. En dus gaat Caballero meteen naar de reservebank toe en ziet ons team er vervolgens zo uit. En nu maken we wel meer kans op het winnen van de competitie en het gaan naar de Champions League. En ondertussen speel ik wel helemaal door naar januari, wat me weer een uur gaat kosten. En ga ik jullie laten zien wie er allemaal in januari weggaan en komen en hoe we ervoor staan op 1 januari. Daar zijn we dan. FA Cup spelen we nog altijd in. Carabao League Cup spelen we ook nog altijd in. Beste 4, United, Liverpool, City. Prima, daar dus ook. Dan gaan we doorkijken naar de Premier League. Dit jaar staan we op plek 5. 1 plekje hoger, maar wel een dikke afstand op Arsenal. Dus we doen het al beter en komen dichtbij de top 4 van de Premier League. We zitten natuurlijk niet in de Champions League, maar in de Europa League. Als we daar gaan kijken, zien we natuurlijk dat we door zijn. Spelen we in de volgende ronde tegen Lille. Maar zie ik ook dat PSG door is. En dan dacht ik van, hè? Waarom spelen zij in de Europa League? Ik heb natuurlijk wel Mbappé weggekocht. Maar ze speelden niet eens in de Europa League normaal. Ze speelden in de Champions League normaal. En ze zijn dus derde geworden in een pool. Ik was heel benieuwd hoe dat kon. Ze zaten in de pool bij Inter en Arsenal. En ze zijn in die pool derde geworden. Nou ja, in het echt zien we dat natuurlijk niet heel snel gebeuren, denk ik. Maar goed, we zijn door. Daar gaat het om. De competitie gaat nog altijd matig. Maar uitzicht op Champions League voetbal, dat is er nu wel. En weet je wat ook is? Transfer deadline day. 10 uurtjes nog te gaan. Ik ga alvast laten zien wie we allemaal verkocht hebben. Dat zie je hier natuurlijk niet tussen staan. Ik weet niet waarom ik het steeds laat zien. Maar ik kan het je wel dadelijk laten zien. Oh, ik ben een heel klein detail vergeten, oprecht. Maar zoals je hier even kan zien, in de replay heb ik al Messi gehaald. Op pre-contract. Die komt volgend seizoen dus. Niet dat je denkt van, huh? Waar komt Messi mee vandaan? Die heb ik gewoon gratis aangehaald dus. Ik zeg je heel eerlijk, we hebben bijna niemand verkocht. We hebben nog maar een budget van 40 miljoen euro. En dat betekent dat we niet heel veel kunnen kopen. En ik dacht van, yo, weet je, 40 miljoen hebben we niks aan. We gaan dit gewoon skippen. We gaan gewoon door. We houden dit elftal. En het is niet heel erg. En dus kunnen we ook gewoon beter doorgaan na eind juni. Om meteen te kijken hoe we dit jaar geëindigd zijn in de Premier League. Eindigen we op plek nummerootje fucking 3. En dat betekent maar één ding. Ja, je ziet het niet omdat ik het een beetje spannend wil houden. Maar ik heb het al lang verteld. Dat we weer in de Champions League spelen in het laatste desbeslissende seizoen. Waarin wij kunnen laten zien of wij de challenge kunnen halen. Ja of nee. We halen 94 punten. We hebben het echt al veel beter gedaan. En Frenkie de Jong en Mbappé laten hun waarde zien. En laten zien dat we met hun samen wel beter kunnen eindigen. De FA Cup winnen we zelfs. Ja jongens, ik heb echt niet gecheat. Ik zweer het je. Ik heb dit gewoon allemaal legit gedaan. Allemaal legit gespeeld. Maar het is ook best wel logisch dat we dit soort potten winnen. Maar we hebben gewoon een heel goed team. Carabao League Cup verliezen we dan wel. Europa League gaan we nou naar kijken. Ja, Europa League. Laatste 32 gaan door tegen Lille. Laatste 16 gaan door tegen Valencia. Kwartfinale dan vervolgens gaan door tegen United. Best knap. Halve finale. Fuck.
spelen we tegen Paris Saint-Germain. Verliezen we en dus hebben we de Europa League niet gewonnen, maar PSG. Hoeveel pech heb je sowieso als je tegen PSG in de Europa League komt? Ja, precies. Nou ja, maakt niet uit, volgend jaar Champions League, dan gaan we ons maar daarop focussen. En er komen weer zo belachelijk veel transfers aan. Dit is ons team nu, onthoud het goed. Want volgend jaar komt er zo'n grote verandering. En het volgende jaar is gewoon nu al aangebroken. 2 uurtjes op de klok. En nu nog maar 1 uurtje op de klok. Wij gaan kijken hoeveel geld hebben we. Wie zijn er allemaal verkocht? We hebben voor maar liefst, je ziet het nu in beeld staan, 566 miljoen euro aan spelers verkocht. We hebben een transferbudget van 763 miljoen euro. 763 miljoen euro. Het is echt waar. En daarvan moeten we nu onze selectie beter gaan maken. Spelers als Kante zijn weggegaan. Echt, onze topspelers zijn allemaal weggegaan. Ik geloof Joe Gomez is weg. Zoveel spelers zijn weg. En daardoor hebben we nu zoveel geld dat we een zowat hele nieuwe selectie moeten gaan bouwen. En toen begon het zoeken. Het zoeken naar nieuwe spelers. Hier zie je bijvoorbeeld dat we Cristiano Ronaldo binnenhalen als een van onze laatste aankopen. We hebben zoveel spelers gekocht. En ik wist wel van oké, nu kan het gewoon niet meer fout gaan. Nu we al deze spelers hebben, kan er eigenlijk helemaal niks meer misgaan. En ik ga het je nu laten zien wat al onze aankopen zijn. Want het is echt sick als jij weet wie we allemaal gekocht hebben. 700 miljoen euro door dat kassaatje heen gepompt. We hebben Jan Oblak, Kevin De Bruyne, Kante ging dan weg. Van Dijk hebben we gekocht, Martial ging weg, Gomez ging weg. Lucas Hernandez hebben we gekocht, Trent Alexander-Arnold hebben we gekocht. Casemiro hebben we gekocht, Kepa Arrizabalaga ging weg. Kovacic ging weg, Ronaldo hebben we gekocht. En je zag net Cavani, Vertonghen, heel veel spelers vertrokken nog. En van dat geld hebben we dus dit team uiteindelijk weten te bouwen. Of ja, dit team dan wel met Lucas Hernandez nog en Ronaldo in de aanval. En letterlijk bijna het hele team is, ja, zeg maar, de beste speler die op die positie momenteel maar is. Of een speler die bijna hoger is dan 90 rated. Dus echt letterlijk, dit team zou in theorie bijna het beste team van FIFA moeten zijn. En zou ook in theorie bijna onverslaanbaar moeten zijn. Dus laten we maar naar januari gaan. Om te kijken of dit team inderdaad zo goed is als ik denk dat het is. 1 januari is aangebroken. We spelen natuurlijk nog in de FA Cup tegen QPR. Dan gaan we vervolgens kijken naar de Carabao League Cup. En in de Carabao League Cup, ja, halve finales, denk je, tuurlijk, spelen we ook nog in. Tegen Liverpool, United, West Ham spelen ook tegen elkaar. Gaan we door naar de FA Cup? Nee, naar de Community Shield bedoel ik niet. Na de competitie, we staan eerst 21 wedstrijden gespeeld, 20 gewonnen, 1 gelijk gespeeld. Het kan niet meer stuk. We worden kampioen, maar het gaat natuurlijk om maar één ding. Eigenlijk de Champions League. Ja, ik zie dit niet meer uit de handen gaan, jongens. We kunnen toch niet deze voorsprong nog helemaal weg gaan geven. En dan vervolgens tenslotte de Champions League. We zijn door naar de volgende ronde. Spelen we tegen Inter. In de pool spelen we bij Barcelona, PSV en Kiev. En hebben we 6 uit 6 gewonnen. En dus ook daar gaan we nog zowat ongeslagen. Het enige wat mis kan gaan is dat in de winter enorm veel spelers weggaan. Al onze beste spelers worden verkocht, wie weet. En dan zijn we natuurlijk wel echt de lul. Want betere spelers dan deze kan het niet halen. Stel iemand komt Mbappé weg, kan ik wel een speler terugkopen. Maar hij zal niet beter zijn dan Mbappé. Toch? Logisch. En deze transfer deadline is dan ook anders dan andere. Ja, je ziet het al staan. Kylian Mbappé. Ik moet wel vertellen, ik heb misschien een klein beetje gecheat hierbij. Ik heb namelijk bij Kylian Mbappé gedelegeerd. Want ze boden maar 100 miljoen en ik dacht van what the fuck. Dus ik had gedelegeerd en ze wilden toen 300 miljoen betalen. Dat had ik dan wel geaccepteerd. Daarnaast werd Frenkie de Jong ook nog verkocht. Zie je nu al rechts onder een beeld staan. Fuck, is nu al gespoild. Maar dus raken we onze 2 sterspelers gewoon nu kwijt. Ja, dat dacht ik oprecht dat dat ging gebeuren. En we hebben dus nu ook echt een bedrag op de bank staan. Daar word je bang van. Weer in de winter. Hier staat 317 miljoen. Maar dat klopt natuurlijk niet, want het geld van Mbappé moet er nog bij. 600 miljoen euro in januari, omdat Mbappé en Frenkie de Jong beide weggaan voor een meesterbedrag naar onze grootste concurrenten City en United. En van dat geld moeten we natuurlijk 2 nieuwe spelers terughalen. Maar er is geen betere speler dan Frenkie de Jong op het middenveld en Mbappé in de aanval. Dus gaan we kijken naar nieuwe opties om te halen. Pogba kan niet komen, die is een beetje naar Juventus toegegaan deze winter. En dus koop ik op het middenveld maar een andere speler. Ik wilde voor Bernardo Silva gaan. Nou ja, dat dacht ik. Want op het moment dat ik Bernardo Silva wil gaan kopen, gebeurt er dit. Ja, ik maak geen grap, jongens. Hij hangt vast. Hij blijft letterlijk op dit scherm staan. Ik kan op ieder knopje duwen wat ik maar wil. Ik kan alles proberen wat ik maar wil. Maar hij hangt vast. En dat betekent dus
Niet alleen dat we Bernardo Silva nu niet kunnen kopen, maar dat betekent ook dat alle transfers die we gedaan hebben voor de laatste save weg zijn. En dus is Frenkie de Jong wel weg, maar Kylian Mbappé niet. Nou, ik besluit ondertussen FIFA voor nu op te starten, want het heeft natuurlijk geen zin. En als we dan gaan kijken, zet Mbappé gewoon opnieuw weer in de aanval. Ik kan er oprecht niks aan doen. Ik heb nog gekeken of de anderen safe zijn, maar ja, het is zoals het is. We hebben Mbappé nog, dat is voor ons voordelig. Maar voor de challenge, ja, het hoort natuurlijk eigenlijk niet zo. Dus besluiten we nog wel gewoon spelers te kopen van ons laatste geld. En wel gewoon nog, ja, de transfersom van Frenkie de Jong erdoorheen te jagen. En van al ons laatste geld halen we wel een aantal interessante spelers. Ik vond dat ik een nieuwe verdediger moest hebben en aanvallers. En dus halen we van al dat laatste geld een aantal prima spelers binnen. Arthur, Eder Militao en José Giménez. Ik moest twee verdedigers hebben, Militao kan er op rechtsback. Dus dat is enorm handig, want Trent Alexander-Arnold was letterlijk altijd geblesseerd. En Arthur is de opvolger van Frenkie de Jong, die iets minder is, maar nog altijd wel redelijk. Weet je, Arthur is ook 90 rated, dus die kan het wel aan. En met dit elftal moeten we de Champions League winnen. Anders is de challenge mislukt. En ik zeg je heel eerlijk, ik ga jullie gewoon live meenemen naar de wedstrijden. Ten eerste, halve finale Champions League tegen Liverpool. Winnen we! Ja, nou, kijk, er staat 1-1, maar we hebben de eerste pot al gewonnen. De heenwedstrijd. Dus de terugwedstrijd spelen we 1-1 gelijk. En dus spelen we in de finale van de Champions League in dit seizoen. En oh ja, je ziet nu al staan, we hebben al 100 punten, dus we zijn ook al kampioen. Sorry voor die kleine spoiler. En dan komen we aan bij de finale van de Champions League. Uitgerekend Manchester City. Eerst Liverpool, dan City, allemaal Engelse ploegen. En deze finale moeten we winnen en dan is deze challenge gelukt. Ik kijk nog heel even of mijn team er perfect voor staat. Echt tip top moet het team eruit zien en dat is het. En dan gaan we met dit team de Champions League winnen tegen Manchester City. Daar gaan we dan. Persconferentie, fuck die shit. Spelen uit, nou spelen niet echt uit, maar we winnen. 1-0. Kylian Mbappé, die eigenlijk naar City had moeten gaan als mijn game niet zou vasthangen, scoort in de verlenging. En daarmee hebben wij de Champions League te pakken en is de challenge dus eindelijk weer een keer gelukt. Ons team is zo absurd belachelijk goed, maar eerst nog even kijken. De Premier League winnen we, de FA Cup, of de Community Shield bedoel ik, winnen we. De FA Cup verliezen we. We verliezen in de halve finale niet. We verliezen in de kwartfinale niet. We verliezen in de vijfde ronde met penalties tegen Liverpool. Fuck dat. Kutloting. Kan gebeuren. Carabao League Cup verliezen we ook tegen Liverpool. Op basis van uitdoelpunten. Echt heel veel pech gehad. Dus anders hadden we letterlijk alles gewonnen. En de Champions League pakken we dus wel. Tegen City 1-0. Ja, we hebben het gedaan. Het is ons gelukt. Dit is ons team geworden in het laatste seizoen. Volgende keer kan ik een challenge doen dat ik bijvoorbeeld alleen maar spelers mag kopen via hun release clauses. Of dat ik alleen maar spelers mag ruilen en daarmee de Champions League moet winnen. Lijkt me leuk. Zie je in de volgende aflevering. Hopelijk vond je een leuke video. Heb jij een blauw duimpje omhoog gedaan bij je geabonneerd op Twinity? Doe dat vooral even en zie ik je de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen. Laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. You.